Zo, kinderen, vandaag gaan we de bank weer bezoeken. Joehoe! Oh, ik kan niet wachten. Ik ook niet. Daar komt de bus al, ze. Voor allemaal in de rij, kinderen. Kom maar snel in de bus. Joepie! Eén voor één, alsjeblieft. Kinderen, niet snakken, niet eten en niet drinken. Joehoe, we zijn er. Mogen we al naar binnen, juffrouw Voven? Nee, we moeten nog even wachten. Oh, jammer. Zo, kom, dan kunnen we nu naar binnen gaan. De meneer staat al op ons wacht. Hallo, ik ben meneer Bank. Jullie mogen meekomen. Hier in deze kluis zitten allemaal van die reuze centen. Die zijn nog prikbaarder dan een huis. Wauw. Ik zal ze er eens uithalen. Zo'n cent ziet eruit. Wauw, die ziet er groot uit. Wie heeft er vragen? Ik wil weten hoeveel waard dat die zijn. Dat heb ik toch al gezegd. Die zijn nog waarder dan een huis, plus geld, een kas en zo verder. Daar kan je nog wat info geven aan mevrouw Schmidt. Hallo, ik kan jullie uitleggen wat er in die kast allemaal zit. In die kast zit een kist met heel veel geld in die super zwaar is. Nog zwaarder dan zo'n verrekijker en een lichtstaafje. Kom, we gaan kijken. Hier in deze kast zit het in. Je mag nergens aankomen. Oké, kinderen? Oké. Zie, oh my, dat is een mooi tasje. Ja, het ziet er mooi uit. En hoeveel geld zit erin? Daar zitten wel miljoenen euro in. Wow. Mogen we het eens een keer zelfs vasthouden? Ja hoor. Kom maar. Joehoe. Ik ga wel proberen te draaien. Wow, dat is waar. Dat heb ik je al gezegd. Wow. Halt, geen beweging. Blijf stil staan waar je bent. Juffrouw Voven. Allemaal in die hoekje. Dus wat ze zegt. Je doet wat ik zeg. Dan overkomt je niks. Kom, snel in de hoek. Rustig maar, kinderen. Dat zal niet gebeuren. Ik ben bang. Ik wil naar jou, Laura. Zo, ik zal sneller anders uithalen. Oh, daar kist je weer veel. Oh, en daar zijn nog een cent in. Rustig, kinderen. Blijf daar. Zo. Waar is het geld? In die zaten ze de miljoenen geld in. Kom op, dat kan sneller. Dat was alles. Oef, hij is weg. Het is voorbij aan Emma. Hij is weg. Oh, goed zo. Goed, dat was het. Kom. Hij is weg, kinderen. Ik heb al naar commis. Ik heb al nog. Zo. Komen jullie? Ik heb net naar commissaris Gijs gebeld dat hij alles kan onderzoeken. Oké, dat is goed. Ik was zo geschrokken. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar commissaris Gijs, komt je oom, Laura? Je oom, Annelien, Emma? Ja, daar is hij al. En daar is Sarah. Hallo. 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 Heb je precies gezien wat er is gebeurd? Ja. Hij was alles aan het uitpakken van ons. Hij liet ze in een hoek staan. En hij pakte al ons geld mee. En die grote centen. En die kist.
En kun je hem ook omschrijven? Ah, nee, dat gaat niet. Oké, dat was het. Sarah, wil jij even vragen aan de kinderen hoe hij eruit zag of zoiets? Oké, want de mevrouw kon het niet vertellen, want ze was zo geschrokken. Zeg kinderen, hoe zag de meneer eruit die alles gestolen had? Ik weet het. Hij had een rode lange jas aan. Oh. En hij had een zwarte schoenen aan. En hij had een bril op. En weet een witte pruik. Oh, dat was leuk. Dan zal dat vast misschien... We kunnen ook het aan de buschauffeur vragen. Hallo meneer de buschauffeur. Heeft u iets gezien? Nee. Ik zat de hele tijd mijn krant te lezen. En was u tijdens de overvalling hier de hele tijd? Nee, dat zei ik toch. Hoe komt u aan die sleutels? En nee, de Duitsers gaan er vandoor. Halt. Je bent onder arrest. Wauw, wat was dat? Ja, erg spannend. Oh, ik ben benieuwd wat erin zit. Woehoe. Ja, dat heeft hij dus allemaal gestolen. We nemen het snel terug mee. Ja, het was zo spannend. Zo. Ja. Oké, dat was alles. Ah, eindelijk. Zo, ik wil wel de buschauffeur zijn. Oké. Dit is zo leuk.